Wat leuk dat je een kijkje komt nemen. Story nummer 27. Ik ben naar Rhythm of the Dance geweest in de Schouwburg in Gouda. Hoe we daar terecht zijn gekomen is een heel verhaal, ga ik niet nu hier helemaal vertellen. Maar eigenlijk zouden we naar Paul de Leeuw gaan. Dat lukte niet, dus we zijn uiteindelijk bij Rhythm of the Dance uitgekomen. En het was een ontzettend gave voorstelling. Wat kunnen die benen van die mensen ontzettend snel bewegen. Ik heb een van de 6x8 kaartjes kaartstok gepakt. Deze met de stippen. Ik heb er daar nog maar 2 volgens mij van over. Dus daar ben ik ook lekker mee bezig geweest. Ik heb een 4x6 kaartje gepakt. En ik heb een strook gesneden van... Een van de 12x12 kaartstok nog waar nog wat van over was. Omdat ik eigenlijk een soort laagjes effect wilde creëren. En ik heb een doily toegevoegd. Ik mat mijn foto op het gouden kaartstok. En omdat mijn foto ook al een wit randje heeft, geeft dat alweer een extra diepte effect. En ik voeg nog vellum toe. Dat is vellum uit de... Volgens mij Eloquence kit. In ieder geval de kit van jullie die rondom het reizen was. Die zat ook gewoon in mijn bak, dus vandaar. Ik probeer hier en daar nog wat, maar het wordt het allemaal niet. En ik besluit om eerst maar eens te gaan opplakken en dan met embellishments te gaan bezighouden. Dus de doily, de 4x6 en de strookpapier. En die strookpapier die snij ik scheef. En het kaartje van de voorstelling, één van de twee, die plak ik gewoon normaal op zonder te matten. En dan de foto erbij. En 27 komt daar in de hoek. En dan is de basis eigenlijk al zo goed als klaar. Lekker snel weer. Ik vind het heerlijk als het gewoon loopt. Des te fijner is het dan ook om gewoon lekker bezig te zijn. Het schiet op en als je dan blij bent met hoe het uiteindelijk wordt, dan is het ook altijd heerlijk werken. Ik heb als embellishments een van de mistletoe-takken gewoon met zijn takken naar boven onder de bloem gestopt. En ik ga hier op zoek naar een label wat ik boven de foto wil toevoegen. Ineens kom ik daar die foto's met die bloemen nog tegen. Ik dacht, oh, dat is misschien ook wel leuk, maar het past voor geen meter onder die foto. En ik wil de doily niet scheuren. Dus ik besluit om om gewoon een normaal label toe te voegen. En dat geeft alweer net iets extra's. De tak plak ik vast en het bloemetje op een foamdotje. En dan ga ik nog even naar de woordstrookjes toe. En daar vind ik 3 woordstrookjes. Nou heb ik natuurlijk hem weer niet bij me, dus ik kan niet lezen wat ik opplak. Ik weet dat eentje hello is. Eentje volgens mij is so much fun. En die ander weet ik niet meer. En nog 2, nog een epoxy hartje voeg ik toe. Dan ga ik de datum toevoegen. Ik kwam erachter dat die ook op het kaartje stond. Er staat heel groot 2712 op. Maar hij staat nu nog een keer met de stempel erop. En dan ga ik zorgen dat hij in mijn album kan. Deze kan gewoon achter de pagina van de vorige keer. Maar die Rhythm of the Dance, die folder, die vind ik eigenlijk wel leuk om toe te voegen aan het album. Dus ik maak hier met behulp van mijn hoes de gaatjes erin. En dan vind ik het leuk om die gaatjes dan weer met dat gouden... Ja, reinforcer heet het volgens mij. Om die te verstevigen met die reinforcers. Dus die plak ik hier aan alle kanten vast. En omdat dat gaatje net te klein is, net kleiner is dan het gaatje van de pons, pons ik nogmaals alles uit. En dan is die klaar. Ga ik jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende weer. Doeg!